De Korenbeurs wordt onder handen genomen door Armand Luneman van de Kran Café en architect Jeroen Steenbergen van Atelier Spijker Architecten. Aan alle vier de kanten worden grote glazen wanden geplaatst in de hoop van het gebouw een ware publiekslokker te maken. Er zullen 13 keukens in het pand komen. Na verwachting gaat het voormalige filmhuis op de Korenmarkt in juli 2019 open als voethal.